Als ingrediënten gaan we gebruiken uiteraard onze kraakverse koningskrab in een rauwe versie hier. Als groentjes de snijboontjes van bij ons, de courgettes en de avocado's. Wel altijd goede rijpen nemen, daar gaan we lekkere mollige crème van draaien en op smaak brengen met kefirlimoenen. En om het hartige toets een beetje toe te voegen, gaan we er spek van bij ons aan toevoegen. We gaan beginnen met onze koningskrab. Niet echt alledaags voor bij jullie thuis. De krab wordt eigenlijk meestal gevangen in de koude zee van de Barentszee. Deze is een rauwe. Waarom gebruiken we ze rauw? We gaan er een mooiere cuisson of een garing aan kunnen geven dan dat we ze gekookt zouden kopen. Die krab is helemaal uitgekookt en gaat logischerwijs droger zijn. Wij gaan ze in stukken snijden, we gaan ze kort stomen, het vlees eruit halen en dan terug garen op lage temperatuur, zodat er nog veel sap van de krab bewaard blijft. We gaan starten. Deze rauwe krab die kan je perfect bestellen bij je visboer. Die kan er ongetwijfeld aan geraken in de vismijn. Hoe kan je nu best zien dat die rauw is? Dat wel, dat is heel eenvoudig. Denk maar aan de scampi's. Als we die gaan pellen, die zien hier ook blauw uit. Deze is ook zo blauw-grijs. Deze krab is het meeste uitgesproken omdat het een vrij zoet-zilte smaak heeft. We hebben ook onze Noordzeekrab, die ook schitterend is van smaak. We hebben dan de Franse Araignée-krab. Maar deze is toch de meest complexe, fijne krabsmaak waar we ook het meeste rendement qua kostprijs kunnen uithalen. Dus deze krab moet je rekenen, die zit voor 80% gevuld uit vlees. En dat hebben we bij geen enkele andere krab. Dat is toch wel heel belangrijk om te weten. Dan gaan we onze kienkrab stomen. Vrij kort, 4 minuutjes ongeveer op 58 graden. Dan blijft de binnenkant mooi rauw. Dan gaan we eerst een pot water nemen voor onze cluster op te zetten. Cluster is eigenlijk het gedeelte waar de poten bijeenkomen. Altijd goed opletten als we dat gaan koken, of dat je kreeften kookt of krab, wat dan ook. Er zitten natuurlijke zouten in, of het ziltige. Bij het koken gaat dat een stuk verwijderen. Dus we gaan ook zout toevoegen aan het water, ook al komt het uit de zee. Goeie snuif zout. Dan gaan we eerst het water aan de kook brengen voor onze cluster te koken. Ondertussen gaan we naar de krab kijken of die al klaar is. Onze krab is mooi van garing. We zien dat die nog mooi rauw is in het midden. Dus nu gaan we ze openknippen. We gaan proberen zo weinig mogelijk in het vlees te knippen. Ik weet dat het niet evident is, want dat plakt eigenlijk tegen de schaal. Dat is ook de reden eigenlijk waarom we de krab er niet rauw kunnen uithalen. Net als bij kreeft. Goed met onze vinger tegen het vlees gaan. Zo, de ene kant is los. Dan gaan we de andere kant losmaken. Nu hebben we natuurlijk onze krab. Van buiten licht gegaard, maar van binnen eigenlijk nog heel rauw. Wat gaan we daar nu mee doen? We gaan die inrollen, strak aanrollen en terug een minuutje, 12 à 14 minuutjes, terug op 58 graden, zodat die krab stevig is en gegaard. Ondertussen kookt ons water. We gaan onze cluster erin leggen. We gaan rekenen een minuutje of 10 voor die cluster, dat die helemaal gaar is. En laat die maar rustig koken. Dan gaan we onze krab inrollen. We leggen de krab mooi onderaan. We kijken of er geen kraakbeen meer in zit. Altijd goed zien dat dat eruit is, want dat is echt niet aangenaam in de mond. Ik weet, het is soms nogal moeilijk om ze eruit te krijgen, maar aangenaam is anders. Mooi de twee stukken op elkaar, plastic erover en aantrekken. Bij elke slag plastic altijd goed aantrekken, dat die krab mooi op elkaar blijft liggen en dat we een mooie worst krijgen. Uiteindes vastnemen, een klein beetje aandraaien en ons worstje is klaar. Dan gaan we onze krab stomen. Nu, we gaan die stomen op 58 graden. Waarom op 58 graden? Als we die hoger gaan stomen, gaan de meeste eiwitten verloren en gaat ze ook iets droger worden. Dus op 58 graden, 12 à 14 minuten en dan is dat perfect. Daarna gaan we die kort aanvriezen, dat we ze straks mooi kunnen snijden. Dan gaan we verder met onze krabbouillon. We smetten niks weg van deze krab. De schala die gaan we nu gebruiken voor een lekkere bouillon te maken. Wat doen we als volgt? We gaan beginnen met een uitje. Die gaan we schillen. Daarna gaan we een beetje wortelen fijn snijden aan toevoegen. We gaan dat samen aanstoven. Een beetje citroengras aan toevoegen straks voor de fraîcheur. En dan de krab. Een beetje knoflook. Grof versnijden die ajuin. Dat hoeft niet per se fijn te zijn. Het is maar voor een bouillon of consommé eigenlijk. Dan gaan we onze pot op het vuur zetten. Klein beetje olijfolie aan toevoegen. Mooi opwarmen. Ondertussen gaan we onze wortelen snijden. Eén worteltje is voldoende.
Die moeten we nu goed aanstoven. Nu maar een beetje rustig doen. Ondertussen snijden we onze citroengras. Citroengras altijd heel fris voor bij krab, gewoon voor de frisheid eigenlijk. Hè. Die mag er ook bij. Laurier gaan we er nog aan toevoegen. Volgende is de tijm, verse of gedroogde. Voor die bouillon maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Dan gaan we een beetje knoflook aan toevoegen. Snijd die bollen in twee. Nog eens in twee en dat is eigenlijk voldoende. Die voegen we ook toe. Gaan we allemaal mooi samen laten aanstoven. Zelfs gaan we onze schalen van onze krab eraan toevoegen. Dat gaat heel veel smaak geven. Klein beetje tomatenpuree en dan gaan we bevochtigen met water. Onze groentjes zijn aangestoofd. We hebben de schalen van de kingcrab eraan toegevoegd voor de smaak. Nu gaan we een lepeltje tomatenpuree aan toevoegen. Goed mee roeren. Heel even laten meebakken. Met al die smaken. En je ruikt dat nu al als je daar aan bezig bent. Die aroma's van de citroengras, die knoflook, die krab zelfs, dat komt naar boven. Ah, schitterend. Dan gaan we er water aan toevoegen aan onze bouillon. Dat gaan we net onder water zetten. Meer hoeft dat niet te zijn. Om een maximum aan smaak te krijgen eigenlijk. Straks gaan we die dan zeven, als die lang genoeg op het vuur heeft gestaan. En dan gaan we die clarifiëren eigenlijk met eiwit, zoals een consommé. Voilà. En die kan nu verder gaan. Ondertussen zijn onze kraprolletjes klaar. Ja, perfect. Die zijn mooi van garing. Je ziet ook, die zijn mooi rood van kleur geworden. We gaan nu de rolletjes op een plaatje leggen. Dan gaan we die kort aanvriezen, zodanig dat we straks mooie schijfjes ervan kunnen snijden om mooie rondjes op bord te leggen eigenlijk. Ondertussen is onze cluster klaar. Dan gaan we even kijken of dat die gaar is. Die heeft een minuutje of 10 opgestaan. Niet te lang, laat dat geen half uur liggen, want dan is dat veel te droog. En dan is die krabsalade dat we straks gaan inrollen, is niet lekker niet meer. Die is goed. We gaan die afkoelen. Dan gaan we hem openknippen. Mooi overlangs openknippen, die manier. Zo kunnen we het best het vruchtvlees eruit halen. Anders zitten we altijd met kleine partjes en nu kunnen we gemakkelijker werken eigenlijk. Kijk, onze cluster ligt nu mooi open. Dan gaan we het vlees eruit halen. Zo, al ons vlees is zo goed uit de krab. Van ons vlees gaan we een klassieke krabsalade maken. Dus krab, mayonaise en peper en zout. Wij gebruiken hier mayonaise van citroenverbenen. Wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een klassieke mayonaise die we gemaakt hebben. Maar niet met gewone olie. We hebben de zonnebloemolie hebben laten trekken met eigenlijk citroenverbenen of verfijnen, zoals jullie die kennen. We gaan een beetje peper aan toevoegen. Een klein beetje zout. En mengen. Altijd eens proeven natuurlijk, of er genoeg kruiden in zitten. We gaan niks boven verse krab natuurlijk. Hè. Schitterend van smaak. Hier hebben we niks van citroen of limoen aan toegevoegd. Dat is niet nodig. Straks in het gerecht hebben we genoeg componenten eigenlijk dat er frisheid aan het gerecht aan toevoegen. Nu gaan we de krabsalade afdekken en mooi laten opstijven voor straks in de frigo. Ziezo. Dan gaan we beginnen met onze groentegarnituren. We gaan beginnen met onze snijbonen. Hiervan gaan we enkel het sap gebruiken voor onze marshmallow. Niet de marshmallow zoals jullie die thuis kennen met een koekje en chocolade erover, dan onze mellowcake. Hier gaan we gewoon het zuiver sap gebruiken van de snijbonen. We gaan die centrifugeren, aanzuren met chardonnay-azijn, zoetzure azijn. Dat gaat mooi accorderen samen straks met de zilt-zoete smaak van die krab. Deze gaan we dan eerst centrifugeren voor het sap.
Voor de marshmallow hebben we 800 ml sap nodig, maar we gaan dat eerst zeven, zodat alle stukjes er zeker uit zijn. Dat is ons sap. Dat gaan we dan lekker op smaak brengen met een beetje chardonnay azijn. Er mag wel een degelijke hoeveelheid in. Nou, proeven. Ja, het is wel lekker. Dan gaan we deze opslaan. We gaan eerst een klein beetje apart nemen. We hebben 18 blaadjes gelatine nodig. We gaan dat onderzetten, die gelatine, zodat die blaadjes voldoende water kunnen opnemen. Dat die mooi zacht zijn, zelfs. Dan gaan we 800 ml nemen van ons snijbonensap. Voilà. Dat doen we in onze mengkom. Dan gaan we 40 ml nemen ongeveer van snijbonensap. Voilà. Dan gaan we een klein beetje olijfolie aan toevoegen. 40 ml of zo, dat is voldoende. Dan gaan we die lauw maken op vuur om zelfs onze gelatine in op te lossen. Even goed roeren erin. Ons snijbonensap is mooi warm. Dan gaan we onze gelatine eraan toevoegen. Dit is nu onze emulsie van snijbonensap en olijfolie. Heel belangrijk is dat we die gelatine heel goed uitnijpen. We gaan zelfs het geheel helemaal opslaan en we gaan zien dat we een hele luchtige massa. Daarom hebben we eigenlijk ook zoveel gelatine nodig om dat snijbonensap een stevigheid of binding te geven. Onze gelatine zit erin. Dan gaan we onze massa opslaan. Die marshmallow die laten we nu een kwartiertje goed draaien, dat er veel lucht in komt. En straks gaan we die mooi uitstrijken op een plaats om mooi te kunnen uitsteken. Die marshmallows gaan we paneren eigenlijk in een chapeluur of een kruin van spek. Wat hebben we daarvoor nodig? Oud brood of ik heb hier toastbrood. Dat snijden we in stukjes. Dat gaan we dan laten drogen in de oven. Zelfs gaan we het spek mooi krokant uitbakken. En dat gaan we straks met dat droog brood kutteren en mooi fijn opbakken, samen met het bakvocht of het vet eigenlijk van het spek. En dat gaat zorgen voor de smaak. We gaan dat paneren met die gummies of marshmallows. En dat zorgt dan voor een contrast eigenlijk. Het zuur van de marshmallow van die snijbonen en dan eigenlijk het zoute van het spek eigenlijk. Hè. Ons oud brood of toastbrood, wat je wenst, mag in de oven. Dat mag in de oven op een 100, 120 graden eigenlijk, om juist maar te drogen. Gebruik daarvoor best oud brood, dat gaat nog sneller. Dan hebben we nodig ons ontbijtspek. Het gewoon fijn gesneden spek. Deze is gewoon gezouten spek. Als u liever gerookt spek heeft, kan ook perfect. Dat gaan we gewoon snijden. Dan gaan we ons pannetje op het vuur zetten en dan gaan we ons spek eigenlijk uitbakken. We hoeven daar geen vetstof in te doen. Spek is vet genoeg, dat bakt van zijn eigen. Dat gaan we mooi rustig laten uitbakken, zodat al het vet eigenlijk weg is of nog in de pan zit en het spek heel krokant wordt. Dan kunnen we dat straks mooi terug kutteren en opbakken samen met het brood. Best op een middelmatig vuur, dan gaat dat niet te snel en dan heeft dat spek zijn tijd. Ondertussen gaan we onze bouillon van krab nemen. Die heeft voldoende smaak kunnen afgeven. Die kunnen we straks nog een beetje laten inkoken. Maar we gaan hem eerst clarifieren. Zeven, clarifieren. Wat is clarifieren? We gaan er eiwitten aan toevoegen eigenlijk om het geheel helder te maken. We gaan onze bouillon zeven. Je ruikt al die aroma's van die krab, dat citroengras. Dat is wel heel lekker. Dan gaan we onze eieren nemen voor ons eiwit, voor onze bouillon te clarifieren. De eitjes scheiden. Altijd heel belangrijk voor die bouillon te clarifieren is eigenlijk dat je de eiwitten op voorhand goed losklopt. Dan kan zich dat goed mengen met de bouillon en dan kan eigenlijk aan het verhelderingsproces beginnen. En dan gaan we die aan onze bouillon toevoegen. Nu, wat is belangrijk bij een consommé? Nu gaan we het terug op het vuur zetten. De eiwitten zijn goed gemengd.
En dan gaan we tot tegen het kookpunt aanbrengen. Niet koken, tot tegen het kookpunt. Alle eiwitten komen naar boven en het wordt mooi automatisch eigenlijk geclarifieerd of helder gemaakt. Dan gaan we onze marshmallow uit de blender halen. Die is mooi luchtig omhoog gekomen. Dan gaan we die mooi in de plaat storten, zodat die stevig kan worden in de koeling. Zoals je kan zien, is die mooi luchtig opgeklopt, stevig. En dan gaan we hem uitstorten. Het is lekker fris, komt door die chardonnay zijn eigenlijk. Het leuke eraan is dat dat een aangenaam mondgevoel gaat geven straks bij het gerechtje. Dat er zeker geen suiker in zit. Hè. We gaan die mooi glad strijken eigenlijk, omdat straks gaan we er mooie rondjes kunnen uitsteken. En dan is dat aan de bovenkant ook mooi recht. Anders gaan we nog wel oneffenheden hebben en dat is niet mooi voor op ons bord. Hè. Voilà. Deze gaan we nu laten opstijven in de koeling. Dan gaan we de avocado-crème maken. Altijd goed zien als je avocado's koopt dat ze goed rijpen zijn. Daar kunnen we direct een crème van maken. Anders moeten we ze nog een paar dagen laten liggen. We gaan ze in twee snijden. Tot tegen de pit aan natuurlijk. Steen eruit. We gaan die dan blenderen. We gaan er een klein beetje kefirsap of limoensap naar believen aan toevoegen. Een klein beetje glucose en zout. Dan gaan we het vruchtvlees eruit halen. Dan gaan we rechtstreeks in de mixer doen. Neem toch steeds een avocado of 3-4, zodat je die goed kan draaien. Want als we met één avocado gaan werken, dan gaan we die niet mooi glad krijgen. Er moet voldoende massa in die blender zitten. En dan gaan we dat smaakcomponenten aan toevoegen. En dan gaan we dat kunnen draaien. We hebben onze avocado's erin gedaan. We gaan een klein beetje glucose toevoegen. Dan gaan we een klein beetje kefirsap aan toevoegen. Kefir is eigenlijk een citrusvrucht. Lijkt op een limoen, maar dat is het niet. De pel is een beetje befrommeld. Maar qua parfum, daar kan eigenlijk niks tegenop. Neem altijd kefirs die eigenlijk al een beetje liggen. Zoals u ziet, die zijn een klein beetje bruin. Maar als we hier sap uit willen halen, dat gaat vlot. Als die te vers zijn, zijn dat steentjes en daar kunnen we niks mee aanvangen. Klein beetje kefirsap. Let wel op, niet te veel ineens, want dat zijn agressieve dingen. Dan gaan we hem draaien. Eerst nog een klein beetje zout aan toevoegen. Een klein schutje olijfolie. We gaan onze crème door een fijne zeef duwen, zodat er zeker geen stukjes meer achterblijven. Onze avocado-crème is klaar. Dan gaan we die in een spuitzakje doen, zodat we straks mooie dotjes kunnen spuiten op ons bord voor bij de krab. Dan gaan we onze krummel van spek verder afwerken. Ons brood dat gaat gedroogd zijn, dat is klaar. Dat kunnen we uithalen. We gaan ons brood in de blender doen. En dan gaan we ons spek eraan toevoegen. De spek is mooi krokant uitgebakken. Alles van spek gaan we erin doen. Ook het beetje vet dat u ziet. Dat is eigenlijk het spekvet, eigenlijk, of de smout, zoals ze zeggen. Hè. Maar dat gaat eigenlijk de goede smaak geven aan onze crumble. Dus die gaan we erbij doen. Dat is voldoende. Als je ziet, daar zitten nog wat stukjes spek in. Maar dat maakt het eigenlijk lekker. Hè. Dat is plezant. Dit is nu eigenlijk wel heel krokant. Het brood was droog, het spek is krokant gebakken, maar het is niet zanderig. Het is wel zo, het heeft zo nog wat vettigheid erin. En dat is eigenlijk dankzij die smout. En dat is eigenlijk het beste voor de smaak eigenlijk. Die is klaar. Dan kunnen we onze marshmallow van snijboon gaan uitsteken en eigenlijk al paneren en klaarzetten voor straks voor het bord af te werken. Dat gaan we nu doen. We gaan onze marshmallow uit de koeling nemen. Een kommetje met water nemen. Die marshmallow van snijboon heeft nu een goed uurtje opgesteven. En kijk, die is stevig genoeg. We kunnen die gemakkelijk uitsteken en paneren voor ons bord af te werken. We steken een paar van die ringetjes uit, zodat we er kunnen uithalen. En dan kunnen we ze gaan paneren.
Heel zachtjes schudden, anders gaan ze kapot, want ze zijn heel fragiel. Heel belangrijk eigenlijk. Kijk, ze zijn gepaneerd. We hebben van die mooie gepaneerde kurkjes. Zo, onze marshmallowtjes die zijn klaar. Die zetten we even aan de kant. En dan gaan we onze krab snijden. Die is aangevrozen, die heeft een uurtje in de vriezer gezeten. Die kunnen mooi strak snijden en dan kan die verder ontdooien om mooi op bord te zetten. En die cuisson, dat gaan we zien, die is dan nog super zacht. Dit is ons kraprolletje. We gaan een plaatje nemen. Uiteinden snijden we eraf. En dan gaan we mooie stukjes snijden. Onze krab die is gesneden. Dan gaan we de plasticjes eraf halen. Gewoon duwen, langs de andere kant trekken. En dan hebben we onze rondjes. Voilà. Nu gaan we ze natuurlijk terug volledig laten ontdooien. Straks gaan we daar juist een klein beetje olijfolie op doen. Misschien een klein beetje peper, dat gaan we proeven. En meer heeft dat niet nodig. Dan gaan we dat zo op bord zetten. Voilà. Dan gaan we verder met onze groentjes. We gaan een komkommer nemen. Een stukje van snijden. We gaan rolletjes maken van die komkommer. Zowel straks als die van courgette. Die van de courgette gaan we opvullen met de krabsalade eigenlijk. Die dat we er straks gemaakt hebben. En de komkommer die gaan we zo zuiver oprollen. Een beetje olijfolie. Een beetje zout. Meer heeft dat niet nodig. Met de courgette gaan we hetzelfde doen. We gaan er een stuk afsnijden. Maar deze gaan we niet schillen. Want courgette, de meeste smaak eigenlijk, vind ik, zit in de schil. En die gaan we er gewoon aan laten. Zo, wij kunnen gaan snijden. Zo, onze plakjes courgette en komkommer zijn klaar. De komkommerplakjes die gaan we gewoon oprollen. Die gaan we dan straks verder op smaak brengen. Enkel met een klein beetje olijfolie en een beetje zout. Een stuk of drie per bord, dat is voldoende. Voilà. Dan gaan we verder met onze courgette. Dan gaan we natuurlijk onze krabtartaar uit de koeling nemen. Die is mooi opgesteven. En dan gaan we die daarin rollen. Dan gaan we de krab portioneren. Dan gaan we ze oprollen. Bij elke slag mooi strak aantrekken. Een mooi rolletje krijgen. De uiteindes eraf. Mooi bijvegen. De volgende. Mooi strak aantrekken. De zijkantjes bijvegen. Zo, onze courgetterolletjes zijn klaar. We kunnen ons bordje gaan afwerken. Het is toch altijd leuk als we onze gasten een mooi afgewerkt bordje kunnen presenteren. Dan gaan we een klein beetje grof zout erop doen. En dan gaan we 3 rolletjes per persoon geven. Dan gaan we onze gummies leggen. Onze snijbonen marshmallows. Hier gaan we niks meer aan toevoegen. Zo, onze marshmallows staan erop. Dan gaan we onze krab nemen. Daar gaan we een klein beetje olijfolie op doen. Mooi bestrijken. En een kleine snuif pepermengeling. Dit is zwarte peper, lange peper, witte peper en een klein beetje paprika. Dan gaan we ze een rolletje of 3-4 per persoon geven. Ziezo. De krab ligt erop. Dan hebben we onze komkommerrolletjes nog. Daar gaan we een klein beetje olijfolie aan toevoegen. Daar gaan we een paar druppels chardonnayazijn aan toevoegen, die we er straks in de snijbonengummie aan toegevoegd hebben. Een klein beetje zuur. Dan gaan we onze avocadocrème mooi erbij spuiten. Ik heb ook nog een klein beetje mayonaise van citroenverbenen of bij jullie thuis de gewone mayonaise of mayonaise met citroen, zoals er straks in de krab tartaar. Een paar puntjes maar voor smaak te geven. Dan gaan we ons bordje afwerken met een beetje bloemetjes. Ik heb hier gekozen voor een slangenradijsbloem. Dat is een bloemetje van een radijsachtige, vrij waterachtig. Maar dat bloemetje dat steekt vooral eigenlijk een beetje mooi af met die paarse kleur op ons vooral rood en groen bordje. Dat gaat wel leuk zijn. Een paar takjes. Ik heb ook een beetje volume. En een paar blaadjes
citroenverbenen of ijzerkruid heel veel diepgang geeft dan in een gerechtje. Dan gaan we ons gerechtje afwerken. We hebben natuurlijk nog onze crêpe consommé. En het is altijd leuk als je dat bij de gasten aan tafel doet. Dat is altijd fijn. Een klein beetje consommé nemen. Het leuke aan deze gerechtje is, we hebben natuurlijk alle componenten. We hebben krokant, we hebben zacht, we hebben de rauwe groentjes, we hebben de zacht gegaarde krab. Dat is hoofdzakelijk koud. En dan gaan we eigenlijk een lauwe bouillon van krab eraan toevoegen. Voilà, ons krabgerechtje is klaar. Hier hebben we dan de krab royale met de krokante gummies van snijboontjes, de tartaar van krab, komkommer en avocado crème met een kleine consommé van de krab royale. Smakelijk.